Hey hallo en welkom weer terug bij een nieuwe video op de kanaal. Vandaag spelen wij weer lekker Emergency Hamburg. En vandaag rijden wij undercover in de Mercedes AMG GLC. En dat, ja, dat is het dus gewoon. Hartstikke mooi. We gaan denk ik eventjes tanken. Dat klinkt me wel als een goed idee. En daarna gaan we eventjes aan de aandacht de auto repareren. Mijn collega is iemand aan het taseren. Dus laten we eventjes snel kijken of dat is gelukt. Dat is hem gelukt. Hartstikke mooi. Dan gaan we even naar de aanhaak, de auto repareren. Ik zie dat de kledingwinkels overvallen. Dat gaan we niet meer redden. Maar we krijgen vast nog wel genoeg meldingen van de later. Even kijken. Hop. Meneertje, blijf eens even staan, jij. Blijf eens even staan. Alsof ik je niet uit de auto kan halen. Wat een grappenmaker ben jij dan. Even kijken. Die kunnen we helaas niet meer stopstikken. Jammer. Dan gaan we eventjes de auto repareren. Dan gaan we de eerste persoon die we hebben aangehouden overbrengen naar de gevangenis. One eternity later. De bank wordt overvallen, de club wordt overvallen, de juwelier wordt overvallen. Er is een collega neer. We krijgen nu opeens echt superveel meldingen. Laten wij snel naar de bank gaan. Even kijken. Er wordt hier gevlucht door... even kijken. Zo, op. En die heeft een sniper. Even kijken. Zo, hop. Die wil ik eigenlijk wel heel erg graag neer hebben. Even kijken. En dan moet ik er nu voor zorgen dat ik niet geraakt word. Hop. Die wordt gelijk geholpen. Dat vind ik heel erg irritant. Hop. Oh, ik heb zoveel geluk. Dat die mij niet gelijk had gepakt. Zo, hoppa. Jij erin. Even kijken. Ik weet niet hoe het met jou zit. Jij bent ook wanted, denk ik. Zo. En dat is echt heel triest en slecht misgegaan. Even kijken, jij bent ook aangehouden, jij gaat ook mee. Mag je me nu even gaan helpen, meneer de ambulance, verpleegt. 12 seconds later. Even kijken, hij gaat gelijk slaan. Ik pak hem en ik stop hem eventjes bij mijn collega erbij. Hoppa, alsjeblieft meneer. Dan gaan wij eventjes de personen die wij hebben overbrengen. Hij roept even, be friend, please, please, please. Nee, nee, nee. Jij gaat lekker naar de gevangenis. We krijgen ook 20 XP extra in totaal. Dus jij komt echt met geen één mogelijkheid meer vrij. En die juwelier wordt over, dus dan gaan we ook even kijken. Later. Even kijken, rode auto rijdt gelijk weg. We gaan er achteraan. Even kijken, mijn collega komt ook gelijk achter me aanspringen. Hop, we hebben deze persoon mooi aangehouden. En deze gaat ook lekker mee naar de gevangenis, wat gaat het goed? Even kijken, een van die gasten die net de bank heeft overvallen staat alweer met zijn paarse Bentley voor de deur. Even kijken, 40 expert erbij, helemaal mooi. Die hebben we ook gelijk gepakt. Dan kunnen wij... Oh, er zijn niet eens meer zo heel veel mensen, want het juwelier wordt lijkt wel alweer overvallen. Dat gebeurt wel veel nu. Laten wij gewoon een beetje gaan surveilleren, een beetje gaan posten. Even kijken, hij wordt inderdaad alweer overvallen, kakzooi. Even kijken. Zo, hop. En we gaan achter de rode auto aan. Ik weet niet waar die gast naartoe is nou. Die is ergens weer naartoe verdwenen. Even kijken. TR. Dat is die Divini. Die is nu niet wanted. Hartstikke mooi. Even kijken. Die rode Audi die rijdt nu het aandachtterrein op. Ik ga kijken of we die zo echt nu kunnen pakken. Want ik ben eigenlijk wel klaar met die achtervolging. Hij kwam veel te ver voor zo'n noob auto. Hop. Naar binnen jij. Zo. Hoppa.
Even kijken. Zo. Als je nou weg probeert te rijden, dan hebben we je sowieso. Gaat hij rennen achter het gebaan. Gaan we een energy drinkje erbij pakken, dat wij langer door kunnen rennen. Op. En dat hebben we nodig ook. Op. Gaan we die even erbij drinken. Zo. Hop, zo. Even kijken. Hij kan nu niet heel lang meer rennen. Maar wij wel, wij wel. En we hebben hem prachtig. Jij gaat lekker met ons mee. 12 seconds later. En de werkzeugenlade wordt overvallen. En deze persoon die heeft het gedaan. Dus die gaan we eventjes proberen aan te houden als dat gaat lukken. Zo, op. Als ze bandjes zijn in ieder geval lek. Dat mijn collega straks wel aankomt. Hij lieft al. Nou, dus dat is even mooi. Dan kunnen we het geld confisceren en dan gaan we de persoon die we hebben overbrengen naar de gevangenis. Hierop, deze oranje auto is wanted en die wil ik heel graag even stopstikken. Hoppa, dat was even mooi. Ik hoop dat mijn collega erachteraan gaat. Ja, even kijken. Trekt hij een vuurwapen? Trekt hij een vuurwapen? Want dan staan we standby als hij vuurwapen trekt. Dat doet hij niet. Oké, zo op. Deentje hebben we getaserd. Hop, dan gaan mijn collega achter die aangaan. Dan knallen we deze erin en dan, ja, ik weet niet of mijn collega snel genoeg gaat zijn daarvoor. Ja, die redt het wel tot op zijn auto. Even kijken. Dan staat die bus nu hier. Even kijken. Ziet mijn collega die erin rijden? Nee, die loopt een beetje achter. Even kijken. Hoppa, bandjes lek. Ik weet niet wat je gaat doen, maar ik ga er wel even voor zorgen dat mijn collega achter je aan gaat. Hoppa, ik moet nu echt die persoon over gaan brengen. Ik heb nog 1,5 minuut om naar de gevangenis te rijden. Dus dat gaat hem niet worden als ik doorga met achter die bus aangaan. Dus dat moet eventjes snel fixen. Hoppa, het zou echt wel zijn als nu een van die mensen doodging in mijn auto. Dat zou wel grappig zijn geweest eigenlijk, stiekem wel een beetje. Even kijken. Dan moeten wij hier rechts naar de gevangenis. Hebben we nog minder dan een minuut, zo bijna. 4, 3, 2 en 1. En toen hadden wij minder dan een minuut om de personen over te brengen. Nou, komt dat gelukkig helemaal goed, want wij zijn geen noobs. Dus dat komt helemaal goed. Hoppa, Alabare 69. 40 XP erbij. En dan roept deze: sorry, ik heb jou gewoon zo lang als maar kan in de auto gehouden. Jij levert ook 40 XP. We hebben 508 XP nu. Even kijken. Die is leeg. Oké. Ik hoor dat mijn collega aan het schieten is. Ik ga nu gewoon een beetje blind vanuit dat hij ook wanted is. Even kijken. Ja, ik denk dat ik zijn auto niet heb gesloopt. En hij lieft, maar krijgt geen XP. Oké, dus hij was niet wanted. Wat een scam. Laten we eventjes kogeltjes halen, auto repareren, het ziekenhuis gaan liggen en dan komt alles weer helemaal mooi. One eternity later. Mijn collega heeft een backup request gegooid van hier. Dat komt waarschijnlijk omdat deze grapjes leuk aan het doen zijn. Dus laten we even kijken of we deze kunnen stoppen. Die race weg, die kant uit, dan gaan we achter deze Bentley aan. Ja, we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. Ja. Even kijken, hop. En dan moet mijn collega die even pakken. Even kijken, zo.
Nog een bandlek. Prachtig, prachtig, prachtig. Even kijken. Zo, hop. En ik word aangereden door een Audi. Lekker bezig, pik. Zo, hop. Dan ben ik weer aangereden. Mijn collega ook. Wij gaan klaarmaken om deze persoon zo snel mogelijk te transporteren die we nu hebben naar de gevangenis. En ook te kijken of we de andere Bentley... Nee, ik denk dat we die meelokken trouwens als ik nu ga rijden. Komt hij dan mee om Samaria te bevrijden of blijft hij hierachter? Hij blijft denk ik hierachter. Laten wij even kijken. Hop. Mijn collega die houdt hem aan. Oké, okay, hij geeft zich over. Dat vind ik heel mooi om te zien. Dat gebeurt niet vaak in EH dat ze zichzelf overgeven. Maar dat hebben ze vandaag gedaan. Dat betekent dat wij goed als autoriteit hebben in onze schoenen hebben gestaan. We gaan ze nu lekker overbrengen naar de gevangenis. Even kijken. En daar zijn we dan. We gaan deze persoon eventjes pakken. Dan staan daar allemaal gekke mensen. Even, ik ga heel langzaam lopen. Gaan ze mij dan proberen te pakken ofzo? Hallo, gaan ze mij nou mappen ofzo? Of, hallo jongens, dit is 40 XP. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Even kijken. Was ik niet. Grapje. Was ik niet. Goede prank was dat. Zeg, goede prank. Heel sterk verhaal. Ik denk dat wij met 562 XP wel weer klaar zijn. Met deze dienst. Ik heb ervan genoten. We hebben flink veel XP verdiend. En ik ben helemaal blij. We hebben de Bentley gang zo'n beetje van de weg afgewerkt. En de kledingwinkel wordt weer overvallen. Maar we gaan nooit Emergency Hamburg helemaal kwijt. Crimineel vrij krijgen. Want daar draait het spelletje om. Dat de criminelen zijn. Dat wij wat te doen hebben. Dus ik denk dat ik lekker een einde ga maken aan de dienst. Heb jij nou genoten? Abonneer dan zeker. En dan zien jullie graag weer terug. Morgen om 17:30 bij een nieuwe video.